Museum Boijmans van Beuringen krijgt als een van de eerste musea geld uit een nieuw fonds voor culturele evenementen, het zogeheten Blockbuster Fonds. Het Rotterdams Museum ontvangt het geld voor de expositie De Weg naar Van Eyck komend najaar. Met de bijdrage van het fonds is een derde van de begroting van bijna anderhalf miljoen euro gegarandeerd. Dat geeft Boijmans de mogelijkheid om de expositie beter te promoten. De parkeergarage bij de Kralingse Zoom wordt 10 miljoen duurder dan was afgesproken. De totale kosten komen uit op 53 miljoen euro. Het investeringsfonds van de gemeente Rotterdam en de stadsregio draaien voor de extra kosten op. De kostenstijging komt door claims van bouwer Ballas Nedam na interpretatieverschillen over het contract. Ook zijn er extra kosten gemaakt voor vervangend vervoer, omdat de parkshuttle en de fietspendel door de aanleg van de garage stil kwamen te liggen. De nieuwe Walk of Fame voor Ahoy in Rotterdam is rond de zomer klaar, meldt het gemeentebestuur. Volgende maand worden de eerste 58 tegels met handdrukken van nationale en internationale beroemdheden overgeplaatst van de Leuvenhaven naar de nieuwe locatie op Zuid. De rest van de meer dan 200 tegels blijft voorlopig in de opslag liggen. Vandaag een gevarieerd weerbeeld met ja, zwaar bewolkt weer met af en toe een zonnetje, maar ook in de loop van de dag plaatselijk een stevige bui, misschien wel met een donderklap. Temperaturen zo'n 12 of 13 graden en de wind die waait matig en komt uit het zuidoosten.